Manschappen van de politie en andere veiligheidsdiensten zijn bezig met onderzoek naar een Cessna die is neergestort in Brokopondo. Dit meldt de Ware Tijd. Het toestel crashte dinsdag in de buurt van de racebaan van de Suriname Motor Sportpark, nabij mast 35. De piloot liet daarbij het leven. Naar verluidt is het lichaam van de piloot gevonden in de omgeving van het uitgebrande toestel. Er zijn aanwijzingen dat het om een Braziliaans vliegtuig gaat en het vermoeden bestaat dat het een drugstoestel betreft. Aangezien de autoriteiten niet op de hoogte waren dat het in het Surinaamse luchtruim was, meldt de krant verder. Dit type toestel wordt veelvuldig gebruikt om drugs te droppen. Het vermoeden bestaat dat het toestel kort voor het landen of na het opstijgen problemen moet hebben gehad en poogde om de racebaan te landen. Op dit moment is er nog weinig informatie beschikbaar aangezien het onderzoek nog gaande is.